start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Both t-shirts, $5 for both t-shirts. How much is that? It's $5, sir. Alright, but just check it first? That's yes, sir, 100% cotton. That's good. Hi. What is this place? This is FAO Schwarz. It's the world's most famous toy store. Is it big? It's very big. It's the largest toy store in New York City, yes. You're a soldier? Yes, I am. I'm a toy soldier. I'm the symbol of the FAO Schwarz. Can we look inside? Absolutely. Okay, we will do that. Dit is de grootste speelgoedzaak ter wereld. De allergrootste. En dit is een soldaat. En als je het meeneemt, dus zonder te vragen, komt hij je halen. Dus houd het in. Het is hier echt zo'n gek land. Zelfs apen mogen hier rijden. Is dat niet te geloven? Maar we zijn hier dus in die allergrootste speelgoedwinkel ter wereld. We zijn nu op de tweede verdieping. En zo hebben ze nog 4 verdiepingen. Dus het zijn wel 3 voetbalvelden groot. Met auto's. Teddyberen. Krokodillen. Auto's. Helikopters. Racebanen. Treinen. Blokkendozen. Voetballen. Je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het hier. Echt waar. We hebben hier echt alles. We gaan even een kijkje nemen. We gaan ook alles bekijken. We gaan gewoon even genieten. Zo.
overal in New York komt rook uit de grond. Uit putten, pijpen, kieren, gaten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke gek, dat is niet normaal. Als je ergens over straat loopt en opeens komt er rook uit de grond zetten. Als je dan aan iemand vraagt waar komt die rook vandaan, zullen ze je vertellen dat het van de metro is, dat er allerlei gangen hier onder de grond lopen, net zoals in Beauty and the Beast. Niks van waar. Niet geloven is absoluut niet waar. Wat is namelijk het geval? We zijn hier in een hele grote stad met miljoenen mensen, gewoon echt miljoenen, niet te tellen. Dag. Die moeten allemaal eten. Nou, en waar maken ze dat eten? Hier onder de grond. Dus als je goed ruikt, dan ruik je ook de omeletten, de gefrituurde patat, de biefstukken. Het ruikt allemaal heerlijk. Een verademing. Ik krijg er honger van. Ik moet natuurlijk wat mensen meenemen, want ik kan die Emmy natuurlijk niet alleen dragen. Maar, heb ik wat te veel gezegd? Dit is hem. 25 wielen, 18 meter lang. En daar gaan wij even die Emmy mee halen. Dus ik blijf hier niet te lang, want Emmy die wacht niet. Dus wij gaan, hè. Tot straks. Oké, let's go. Ja, go! Gaan! Presenting the Emmy for excellence in children's and young people's programming, which can be live or animated dramas, or shows of cultural, historical, or musical content. The nominees are B.O.O.S., a precocious boy sets up his own television station for children in his cellar, produced by Rob de Boer Productions of the Netherlands. Rob de Boer, producer. Dan krijgen wij natuurlijk altijd op school te horen van Klaasje, zit niet op die stoel te wippen, die stoel heeft 4 poten en geen 2. Nou, dan zou ik maar eens heel goed kijken naar deze act, want volgens mij heeft hij er toch 2. Hier is een Clown Kepper met de stoelenact. Wat de clown kan, kan ik ook, maar dan nog beter. Dit is heel moeilijk.